Ja, ik ben hier bij Marquardt Keukens in Zoeterwoude, waar ik een afspraak heb met Philip om alles te horen over de laatste keukentrends. En voor ondernemers ook interessant. Je kan dus ook franchise-nemer worden van dit concept. Philip, hoe is het om hier te mogen werken tussen al die keukens? Ja, dat is een feestje zoals je ziet. Vertel eens even, jij werkt al hoe lang in de keuken? 30 jaar. Als je kijkt van 30 jaar geleden naar nu, wat is de grote ontwikkeling die zich heeft voorgedaan? Overal zie je dat de keuken van een afgesloten ruimte is verhuisd naar een onderdeel van het interieur. Dus echt een meubelstuk. Dat is eigenlijk in de afgelopen 30 jaar een hele langzame evolutie geweest. En wat zijn dan echt de trends die we zien? Op dit moment hogere onderkasten, dat is een trend. Het combisteamen is een trend. En marmer is ook wel upcoming. Ja, marmer in de bladen, hè? Ja, ja. Dus jullie doen vooral in steen ook, stenen bladen? Ja, wij menen te weten dat iedereen wel de wens heeft voor een stenen blad. Daarom zijn we ook heel sterk in steen. En steen is bij ons heel breed. Dat is natuursteen, zijnde de marmers en de granieten. Of de geproduceerde stenen, het keramiek, het cedarstone, het composiet. En je hebt het net over een combi-steamer. Dus de magnetron, die kennen we niet meer? Wat mij betreft niet, nee. Wij hebben hier een missie en de magnetron die moet eruit. Waarom? Omdat er iets beter is, een combi-steamer. Wat is het grote verschil dan? Niet zo heel veel, alleen je kan er alles mee wat in de magnetron kan, kan je ook in die steamer doen. Namelijk ontdooien en opwarmen. De bonus is dat het gezond gebeurt. Je bestraalt je eten niet. Het blijft er mooi uitzien. Het blijft van voedingswaarde. Het blijft vitaminebehoud. En als bonus eet je gewoon lekkerder en gezonder. Kan je mij vertellen wat voor gadgets er tegenwoordig zoal te vinden zijn in een keuken? Ja, natuurlijk heel veel. Je ziet natuurlijk nu de kookplaten met randafzuiging. Wat houdt dat in? Dat de afzuigkap niet meer aan de muur hangt, maar die is verwerkt in de kookplaat. En daar gebeurt uiteindelijk het afzuigen. En het wordt dan weer via een recyclatiesysteem teruggebracht in de ruimte. Ziet er misschien ook mooier uit. Het ziet er heel strak uit. Ja. Koffiemachine, een koeker, een vacuümeermachine. Vacuümeermachine? Een vacuümeermachine, ja. Als mensen toch de combi-steamer nemen, en daarin kun je sous vide koken. Dus koken gevacuümeerd, dan moet je kunnen vacuümeren. De wifi-toevoeging komt op veel meer apparaten. Wat heel handig is bij het uitlezen van het apparaat, mocht er een storing optreden. Kan de leverancier meteen zien, hey, dat is de melding, dat kunnen we op afstand repareren of dat moet iemand voorkomen. En als iemand voor moet komen, heeft hij gelijk de juiste onderdelen bij zich. Met wat voor merken werkt u nou samen? Wat voor materialen zijn dat zoal? Ja, wij maken gebruik van uitsluitend aanmerken, zowel apparatuur, keukens als werkbladen. Omdat we ook gewoon een kwaliteitsproduct willen leveren wat gewoon jarenlang plezier oplevert. En jij bent een franchise-nemer, hè? Ja, ja. Ik heb begrepen dat er nu 5 winkels zijn eigenlijk, hè? Ja. In Nederland. Ja. Zijn er ook mogelijkheden voor nieuwe ondernemers om franchise-nemer te worden? Ja, die zijn er zeker. Er is ruimte voor uitbreiding in Nederland. En het concept is in dermate ingericht dat je gewoon als ondernemer nog een stem hebt in hoe richt ik mijn winkel in. Deze winkel is iets anders ingericht dan bijvoorbeeld de winkel in Utrecht. Ik heb hier echt expres heel veel meubilair neergezet. Omdat ik ook in de keukenontwerpen ruimte voor meubilair wil hebben. Niet alleen maar die keuken, maar ook alles wat er omheen gebeurt. Ja, daar heb je gewoon de vrijheid voor, omdat we binnen het pakket merken wat we wel moeten voeren, om daar je winkel in te richten. Dit klinkt wel heel interessant ook voor ondernemers die naar ons programma kijken. Zou je daar misschien iets meer over kunnen vertellen? Ja, volgende week doen we een item bij jullie in de studio, waar mijn collega-ondernemer uit Oosterwijk dieper ingaat op het franchise-concept en hoe het als ondernemer interessant voor je kan zijn. Nou, dat is mooi. Ja, mocht u hier nou meer over willen weten, kijk dan even op onze website of kijk volgende week naar Ondernemers Lounge, waar we dieper ingaan op dit franchise concept.